Coach, we winnen vandaag met 5-0 van Berchem. Het blijft natuurlijk een voorbereidingswedstrijd. Wat vond u vanavond? Welke lessen hebt u getrokken vandaag? Ja, dat we één, stem uit tevreden dat we de nul houden. Dat is positief. Ook tegen de minder goede al toch iets te veel kansen weggegeven. We hebben de laatste 5-6 dagen erachteraan gewerkt. Op momenten nog iets misschien te veel ruimte, maar oké. Je weet als het op momenten iets te gemakkelijk wil iedereen een keer iets laten zien. Dat hoeft ook niet, maar oké. Dat kunnen we moeilijk kwalijk nemen aan de jongens. Maar de eerste helft vond ik niet van een goed niveau. Vond ik te slordig, te traag, te veel lopen met de bal. Jongens die normaal gezien beslissend moeten gaan zijn door snel te spelen. Spelers gingen veel te veel lopen met de bal. Misschien is het omdat we snel 1-0 maken. Maar in principe moet je onmiddellijk op zoek naar die 2-0. En dan is het wat we willen bereiken. Dat is een bosuil in brand steken na een kwartier. Dat is een beetje uitgebleven, dat is een beetje spijtig. Maar ik zag vooral tweede helft toch een paar jongens die op een heel hoog niveau voetbal hebben. Ja, Remakkelen zagen we op de rechtsbak in de eerste helft. Dom was er niet bij. Wat is daar het verhaal? Ja, kijk, Dom heeft een, op familiaal vlak toch wel wat zorgwekkend nieuws gekregen van zijn papa. Zijn papa heeft een hersenbloeding gekregen op vakantie. En Jorgen is er 3 of 4 dagen uit geweest, is daar naartoe gegaan. Hebben we volledig vrijgelaten in die keuze, ook ondersteund. Maar als je ziet wat Jorgen brengt zonder 3, 4 dagen training, dan kun je alleen maar zeggen dat hij op een topprof is. En ik hoop dat hij een beetje zijn gedachten kan verzetten door die 45 minuten mee te pikken. Ondertussen is er iets beter nieuws, dat alles een beetje ook beter gaat. Dus ik hoop dat we nu verder kunnen werken met hem. Want het is wel iemand die belangrijk is voor ons. Maar ik wou een keer Jordan zien, omdat Jordan ook in Leuven destijds 4, 5 wedstrijden op de rechtsbak. Want je weet nooit wat er gebeurt als je slecht nieuws krijgt omtrent familielid. Dan volgende week de wedstrijd in het verschiet tegen Cerkel. Ik wou een keer zien als er een andere oplossing moest gezocht worden, wie dat zou kunnen zijn. Maar in principe is nu alles aan de betere hand voor die mens. En dat is ook maar best zo. Ja, we zagen nog een aantal nieuwe jongens vandaag. Corneille, die kennen we natuurlijk, maar maakte zijn eerste minuten. Lallemand, Corneille, wat vond je daarvan? Ja, ik vond de jongens redelijk goed invallen. Vooral Corneille en Lallemand zie je onmiddellijk dat de jongens iets kunnen bijbrengen. Snelheid, Vista, vooral Lallemand, Vista. Snel kaatsen, weg. Dus ja, dat hoogt allemaal mooi. En dat is misschien spijtig dat we Lallemand 4 weken moeten missen hebben. Want ik had daar wel veel hoop op gezet naar de competitie start toe. Het was iemand die ik al 2 of 3 jaar wilde, dat ik er nooit aan kon financieel. En tot mijn grote tevredenheid was die hier op het moment dat ik tekenen. Dus, maar oké, het is een jongen die zich goed verzorgt. Die weet wat dat prof zijn is. Die in de kortste keren zal 100% zijn. Ja, nog zaterdag hebben we onze laatste oefenwedstrijd tegen Dessel. Zondag de Vandag. Wat verwacht je van het laatste weekend? Ik verwacht gewoon dat we zaterdag alles aan doen om terug een goede wedstrijd te spelen. Een beetje het verlengde van de tweede helft, niet zozeer de eerste helft. Maar het verlengde van de tweede helft. Zodat we kunnen brengen dan van in het begin, dan zal ik tevreden zijn over de voorbereiding. Ik denk dat we voetballend erop vooruit gaan. Verdedigend zijn we vandaag ook iets op vooruit gegaan, maar er zijn nog wel wat werkpunten. Maar dat is ook maar best zo. Dus ik heb nog 10 dagen. En zondag sluiten we de voorbereiding af op de Vandag, allemaal samen. Ja, kijk, ze hebben mij gezegd dat ik me niet mag verwachten. Dus ik kijk er enorm naar uit. Ik heb er al veel van gehoord, ik heb al veel gezien. Beelden, et cetera, internet, media, de vorige jaren. Dus ik sta te popelen om dat zondag is. Wij ook. Bedankt, coach. Tot dan.